Yo mensen van Colijn. Ik kreeg laatste vraag. Colin, wat voor sport doe je eigenlijk? En daar heb ik eigenlijk best wel een leuk verhaal over. Want sporten op het moment gaat heel lastig, omdat ik natuurlijk in België zit. Maar dat heb ik echt vanaf mijn vierde, vijf of zo, heb ik echt altijd gesport. Ik heb altijd voetbal gedaan, heb ik altijd gedaan. Maar ik heb ook altijd andere sporten gedaan, zoals... Weet je, ik hou het beste ook voor de laatste. Nou goed, ik heb dus heel lang gevoetbald. Ik ben altijd keeper geweest. Vond ik altijd heel leuk om te doen. Om een van de redenen vond ik het leuk om in de modder te springen. En wat ik van voetbal leerde eigenlijk... En dit kwam ook deels door mijn vader eigenlijk, is dat ik niet moest opgeven. Ik was echt een jaar of zes of zeven of zo. En toen kreeg ik vol een bal op mijn neus. Ik heb trouwens geen idee hoe ik dit weg heb, maar goed. Ik kreeg vol een bal op mijn neus gewoon. En het bloedde zo erg. En ik durfde gewoon niet meer in de goal te gaan staan. En mijn vader zei op een gegeven moment tegen mij van... Nou, als je nu niet al in gaat staan, dan gaan we naar huis. En toen leerde ik van voetbal eigenlijk gewoon dat je niet zo'n mietje moet zijn. En dat je soms gewoon door moet gaan, ook al heb je pijn of zo. Goed, dat is dus voetbal. Daar ben ik dus pas mee gestopt. Dat ga ik waarschijnlijk wel weer doen. Zodra ik klaar ben met mijn stage. Dus nog een paar weken. Dus een week is op 8, 9. Het is niet meer zo heel lang. Ik heb vroeger ook nog heel lang, niet heel lang. Ik heb volgens mij echt een jaar of twee jaar of zo gebreakdanced. Ik vond het wel leuk. Maar ik vond het niet leuk genoeg eigenlijk. Ik vond het heel leuk om met andere kinderen te spelen. En ja, breakdancen, dat doe je een beetje in je eentje. Daarnaast heb ik ook echt heel lang getennist. Dat heb ik ook echt drie of twee jaar gedaan. En op een gegeven moment moest ik gaan trainen in Utrecht een keer. En ik vond het echt zo vaag. En op een gegeven moment moest ik gaan kiezen, wordt het voetballen of wordt het tennissen? En toen ben ik uiteindelijk gewoon voetbal gegaan. Toen ben ik jammer genoeg van tennis afgegaan. Waar ik achteraf heel veel spijt van heb gehad. Wat ik dus echt, ik had voor mezelf, ik had heel graag eigenlijk willen tennissen. Een beetje een kakker. Nee, is geen kakkersport. Maar daar ben ik het mee gestopt. Toen deed ik nog voetballen ook. En toen ging ik zwemmen. Voor mijn zwemdiploma natuurlijk. Ik moet eerlijk zijn, ik heb nog steeds geen zwemdiploma. Ik heb geen zwemdiploma. Ik kan wel zwemmen, maar ik heb geen zwemdiploma. Weet je dat ook weer van mij? En toen moest ik ook weer gaan kiezen. En toen koos ik ook weer voor het voetbal om een of andere reden. Ja, nu zul je wel afvragen, Colin, wat is nou die ene sport wat je in het begin niet wou vertellen? Nou, jongens, meisjes, ik denk dat het vooral heel leuk is voor de meisjes. Ik heb, daar komt het, ik heb geturnd. Ja, ik heb echt 4, 5 jaar liggen turnen. Nou, liggen turnen, dat moet je bij staan doen. Maar heb ik geturnd. En dan vond ik het heel leuk. Ik was er best wel goed in voor zijn, want ik was derde van mijn club. Het was echt heel klein, Niet zo klein als nu, maar nog kleiner. En daar heb ik toen ook weer gestopt omdat we verhuisden. Maar op zich ook weer jammer vond, omdat ik turnen... Ik vond turnen gewoon leuk. Ik vond het echt leuk. En ze was like, oh Colin, je bent homo! Maar deze vergis je daar niet in. Het is echt heel zwaar, dat turnen. Dat valt je nog vies tegen. Dat is echt geen feest. En nu verveelde ik mij laatst op kantoor. En toen ging ik op zoek naar leuke voetbaldingetjes. En op een gegeven moment kwam ik dus bij zo'n reclame terecht van Turkish Airlines. En die hebben een video met Kobe Bryant, die basketballer, die bekende basketballer. En Lionel Messi. Nou, Messi kent vast iedereen, dat is die voetballer die supergoed kan voetballen. Maar hij stond niet op tegen Ajax. Misschien dat daarom Ajax heeft gewonnen. En die hebben dus een video. En ik vond hem zelf ook best wel grappig, dus ik deel hem even met je. Dus je kan hem, hier kan je hem zien. Klik daarop, dan kun je hem zien. En ja, ga gewoon even kijken. Ik vind het zelf een heel grappig filmpje. Ik wil weten wat jij ervan vindt. En ja, that's it eigenlijk. That's it. Wat wil je de volgende keer weten? Weet je, ik praat eigenlijk over van alles wat ik... Ja, ik wil trouwens nog wel één ding zeggen. De laatste tijd met Colijn. Met Colijn heb ik toch al gemerkt dat het gaat echt heel snel met de abonnees en zo. En ik vind het ook echt heel tof dat jij geabonneerd bent. Dat sowieso. En om iets voor jullie terug te doen, heb ik echt iets heel vets bedacht. Samen met mijn thumbnailmaker Pascal. Zijn Twitter kun je ook hier beneden vinden. Wij gaan jou op mijn thumbnail zetten. Vond ik nogal leuk om te doen. Dus dan kom je samen met mij op mijn thumbnail of een bepaald onderwerp. En meestal is het gewoon het onderwerp wat jij hebt verzonnen. En jouw onderwerp kan je hier beneden laten samen met de vraag...
wat voor sport heb jij eigenlijk gedaan waar je spijt van hebt dat je er vanaf bent gegaan? Of zit je nog steeds op een sport die je leuk vindt? Nou, ik hou het graag van je. Dit was het. Wees ook even zeker om het filmpje te kijken wat hier ergens staat. Ik weet het niet. Laat een duimpje achter als je een duim voor mij over hebt. En als je niet geabonneerd bent. Dat was hem. Later!